Dat het Koningshuis belachelijk veel geld kost, dat wisten we natuurlijk al. Op dit moment wordt voor 127 miljoen de paleizen een beetje opgeknapt. Maar koning Willy wil een tijdelijk kantoor in zijn tuin voor 400.000 euro. Van onze belastingcenten. Er is een werkpaleis in Den Haag. Er komt een paleis, Huis ten Bosch. Daar kan ook gewerkt worden. Is dat nou al echt nodig? Moeten we die 4 ton nou gewoon daarvoor uitgeven? Of nou, het antwoord is nee. Ze moeten het allemaal nu en is dat zeg maar volgens de soberheidsmaatstaf die je mag verwachten in deze tijd? Nou, dat dacht ik niet, is het antwoord. Dus ja, betalen voor lekker je eigen schaftketen in je tuin. Nou, laten we eens kijken wat de minister-president daarop antwoordt. Ik geloof niet dat u de minister-president bent. Dus, nou, nog niet, maar die tijd gekomen. Dus, dan is al die onzin een keer afgelopen hier. Betalen voor lekker zelf, zeg. Nou, wij zijn heel erg trots op ons Koningshuis. Ja, ik ook. Lekker zelf dingetjes betalen. Je moet ook alles zelf betalen. En dat het Koningshuis geld kost, zeker op veiligheid, vinden we geen enkel probleem. Nee, ik ook niet. Maar een tijdelijke bungalow in je tuin om in te werken, betaal je wel lekker zelf. Ik vind het geen enkel probleem als de koning een fatsoenlijke werkruimte heeft. Nee, dus dat stikt van de kantoren die vrij staan, zeg. Ja, maar daar gaat volgens mij de discussie helemaal niet over. Nou, ja, wel. Oké, okay, nou bij mij niet. Bij mij wel. Als je aan iedereen vraagt, van vind jij het normaal, je hebt een kantoorruimte gekregen en die kan je even niet gebruiken, dat je dan een alternatief zoekt. Ja, dat is hier ook een, in de tuin. Aan de orde. En als politicus ga ik dan niet mee in de discussie over, maar zijn die prefab systemen nou nog iets goedkoper te krijgen of net iets duurder? Die man heeft hartstikke veel geld. Als je dan zo graag ja, zeg maar van de ontbijttafel gelijk je kantoor in wil lopen, dan pleur je dat ding toch zelf neer? Ja, precies. Maar 4 ton, dat is toch best wel veel voor een paar van die keten? Ja, vind ik ook. En waarom moet het nou zo groot zijn? 35 meter lang is dat ding. Geen idee. Want dit is ook heel slecht voor de liefde voor het Koningshuis, hè? Want ik denk nu, wat een vuile laaien ligt er, denk ik nu. Het is de regering die gaat over het geld dat we aan de koning uitgeven. Dus we spreken de regering aan. Daar kan de koning niks aan doen. Die moeten we er ook buiten houden. Ja, maar de koning kan toch ook zelf nadenken. Denk van, nou, dit is wel een beetje overdreven. Die arme mensen in het land, die moeten allemaal paleizen betalen. Dat kantoortje doe ik zelf wel. Is er niet een werkruimte bij de Raad van State? Of in het Paleis Noordeinde? Of ergens anders in Den Haag? Ik weet er voldoende. En moeten we dan nu weer die extra kosten gaan maken? Ja, misschien wil Willy gewoon wat langer tegen de billen van Maxima aanliggen. En zegt hij, nou, wel makkelijk, kan ik zo op het top in de tuin aan het werk. Meestal wordt de vraag van het antwoord afgeknipt, hè? Dat zou ik in dit geval wel hopen. Nou ja, goed, het is toch een idee. Ik bedoel, ik zou ook best in de tuin willen werken. Dat je zo, hoppadee, van achter de warme kadetten zo, hop, achter de... Niet? Nee, ik herken me hier niet in. Ik vind het een... Nee, misschien aan de billen van mevrouw Pechtold. Waarom geven we dit allemaal uit? Corruptie nooit genoeg, met je kroon op je kop. Nee, dit is wel de koning waar u het over heeft. Als het kabinet hier fatsoenlijk uit kan leggen waarom dat geld kost, dan kost dat geld. Dat vind ik helemaal niet interessant. Wat ik... Dat vind ik niet interessant. Dat is mijn geld, hè? Van de belastingbetaler, 4 ton voor zijn tijdelijke woning, waar hij lekker in het kantoor kan houden in de tuin. Nou, dat vind ik wel discussie. Nou ja, ik hoor het. En ik vind het geen discussie. 4 ton, daar kan je allemaal hele leuke dingetjes van doen, hè? Laat die gozer lekker zelf zijn cake betalen. Ik denk dat ik iets koningsgezinder ben dan jij. Nou, nee, helemaal niet. Ik vind het hartstikke leuke gozer. Maar als je toch even lekker wil werken in de tuin, dan betaal je dat toch zelf. Hou even op.